Dit is Den Haag in 60 seconden. Polen heeft het vuurwerkfestival van Scheveningen gewonnen. Ongeveer 60.000 mensen bezochten zaterdag de laatste avond van de vuurwerkshow. De winnaar van vorig jaar, Nederland, eindigde als tweede. De Haagse vestiging van Maison de Bonnetterie is zondag voor het laatst open geweest. Door de recessie en de komst van prijsvechters ging het te slecht met de bonnetterie. Om een faillissement voor te zijn, besloot het bestuur te stoppen met de winkel. Extremistische aanhangers van IS in de Haagse wijk Schilderswijk zijn de afgelopen week ondergedoken, meldt de Telegraaf. Er was een storm van kritiek en bedreigingen uit de moslimgemeenschap. Een deel van de groep zou zijn uitgeweken naar hun jihad-collega's in België. ADO Den Haag heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. In eigen huis won de ploeg met 3-0 van Groningen. Spits Michiel Kramer scoorde 2 keer. Tot zover Den Haag in 60 seconden.